Wethouder Ben Brands nodigde Lander TV uit om samen met hem een rondje door Lander te maken om aan te geven welke bouwprojecten er gaande zijn in de gemeente. Zowel op het gebied van wonen als op het gebied van werken. Wethouder Ben Brands, je wilde ons meenemen naar diverse locaties in Landert om iets te vertellen over de bouwactiviteiten. We staan nu in Zeeland op de Repelakker. Wat zijn hier de plannen? Ja, nou sterker nog, we staan eigenlijk op het plan Nieuwe Oogst. Dat is een plan van 52 woningen waar we in het voorjaar een aanvang mee is genomen. Nou, u kunt het hier wel zien, het is al ver klaar en zijn allemaal in de verkoop. Het betreft hier sociale huurwoningen en koopwoningen. Dat had ook een relatie met de opvang van staatshuis. Er moest ook snel gebouwd worden om meer doorstroom te krijgen op de woningmarkt in Zeeland. En daar ben ik heel blij mee. En ik ben er ook trots op dat we dat op zo'n goede en manier hebben voor elkaar hebben gekregen. Is er hier nu gebouwd naar behoefte? Ja, hier wordt echt gebouwd naar behoefte. Want we hebben hier sociale huurwoningen, we hebben hier middeldure huurwoningen, we hebben hier starterswoningen in de koopsector. En middendure koopwoningen. Dus je krijgt hier wel echt de mix die je eigenlijk overal wel wil zien. Want iedere inwoner is verschillend. En iedereen die hier naartoe wil verhuizen is verschillend. En die hebben hun eigen woonwensen. Nou, daar proberen we natuurlijk zoveel mogelijk rekening mee te houden. Ja. Bij wijze van spreken, je bent de woningen al kwijt. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat dat natuurlijk de makelaar met de bouwers is die de woningen kwijt. Ja, maar de woningen zijn we kwijt. Ja, dat ging echt heel erg snel. Zo snel dat de initiatiefnemer hiervan, en dat is Colat Wonen en Nova Forum, die de bouw regelt, die hebben al gevraagd van, klopt, is er nog meer ruimte? Want wij geloven wel echt in bouwen hier in Zeeland. Ja. Hoe lang kan er hier nog gebouwd worden? Nou ja, als je de andere kant op zou zwenken, misschien ook met de kamer, dan zie je dat er nog wel her en der ruimte over is. Dus er kan hier nog wel gebouwd worden voor de komende jaren nog. Dus er is hier nog ruimte voldoende. Maar we gaan met stip naar de horizon. Maar dat geldt voor elk dorp waar we direct naartoe gaan. Geldt dat ook. Wij willen ook naar de toekomst alvast gaan kijken. Van waar kunnen wij nieuwe uitleggebieden hebben waar woningen kunnen komen. Ja. En het nieuwe dorpshuis in Zeeland? Ja, dat is goed dat u daar naar vraagt. Daar moet in januari, februari moet daar besluitvorming in de raad over zijn. Maar dat is een proces wat misschien wel traag gaat, maar we willen het ook zorgvuldig doen en met veel draagvlak. Maar als dat dan in februari ook helder is, dan kun je ook doorpakken met de oostelijke en de westelijke kant ervan. En de inrichting van de openbare ruimte, daar starten we nu al mee. Dat is al helemaal klaar, daar gaan we ook mee aan de slag. En dan? En dan heeft Zeeland een prachtig centrum. Dat is wat we graag willen. En nou ja, goed, je ziet het hoe het leeft in Schaik, waar we straks naartoe gaan. Daar is iedereen blij. Had ik ook een avond met meer dan 200 mensen in de zaal. Dat geldt voor hier ook. Mensen die zijn wel toe aan, jongens, kom op, schop in de grond, aan de gang met elkaar. We zijn verhuisd naar een tweede locatie in Zeeland, Voederheil. Ik weet nog toen het eerste bedrijf zich hier vestigde dat je zei van als er één schaap over de dam is, dan volgt de rest vanzelf. Ja, dat zei ik. En ik zei ook, het hoeft niet te snel te gaan. Maar het gaat wel heel snel. Er zijn inmiddels 3 bedrijven hier al gebouwd. Eén is nog wel aan het bouwen, maar die is toch in ieder geval actief bezig. En we hebben al heel veel interesse voor de andere locaties. Het zou zomaar kunnen zijn als we hier over een jaar weer staan, dat het voor een groot deel aan de randen in ieder geval sowieso vol zal staan. Voor hoeveel bedrijven is er eigenlijk plaats hier? Nou, dat is afhankelijk, maar men mag kiezen tussen de 1000 en de 5000 vierkante meter. Maar er komen hier ook een aantal van 5000 vierkante meter. Ja, daar gaat het snel. Maar gelukkig zit er ook klein in. Wij doen echt hier laten bouwen naar behoefte. En nou ja, het is mooi dat nadat Timmers machinefabriek hier gestart is, er andere bedrijven nu snel volgen.
We hebben de camera verplaatst naar Schaijk. We staan hier nu midden in Schaijk, midden in het centrum. Het kijkt nog een beetje leeg nu, maar dat gaat veranderen. Ja, nou volop activiteiten. En dat is juist om te veranderen. Er worden hier appartementen gebouwd. Er komen hier nieuwe winkels. Albertijn verplaatst zich hier naartoe. Dat hoef ik eigenlijk de mensen in Landen niet meer uit te leggen. En nu is er overlast en ongemak. Maar over een jaar staat hier een prachtig nieuw centrum. Waar het goed verblijven is, waar het goed wonen is. En ook fijn winkelen is. En groen, want er is ook heel veel groen verdwenen. Ja, we hebben heel veel groen weggehaald. En er gaat nog groen weg zelfs. Maar we doen dat in etappes. Pas als het echt nodig is, doen we dat. Maar wij plaatsen daar groen terug, maar wel functioneel groen. Kwalitatief beter groen. Dus niet bomen die toch niet goed passen hier. Maar echt kwalitatief goed groen. Dat hebben we ook al met de inwoners hier besproken. En die waren er ook echt enthousiast over. Ja, het kost wat, maar dan krijg je ook wat. Overal wordt gebouwd in Schaijk, ook hier waar ooit de school de omgang stond. En nu komen er woningen. Ja, dit is een CPO-project, collectief particulier opdrachtgeverschap. Een groep mensen die gezamenlijk hier een bouwplan tot ontwikkeling brengen. Uiteraard met adviseurs en een architect. Dat ging niet overal even vlekkeloos. Dus hebben we vorig jaar echt wel grote stappen ingezet. En zie, we stonden hier een aantal maanden terug in de stromende regen. En toen keken we naar funderingen. En ook deze woningen zullen eind dit jaar opgeleverd gaan worden. En dat zijn er toch behoorlijk wat. Een patio woningen zijn er 8, 11 in de rij en een 200 in Kapper. Daar is bijna alles van verkocht. En waar wij nu op staan, dat wordt een groen parkje. Maar bijna alles verkocht, dus een paar woningen zijn nog beschikbaar. Ja, ik pols dat af en toe even bij degene die woningen in de verkoop hebben. En ik begrijp dat er van de 200 kappen nog niet verkocht is. Maar daar zijn ze ook nog bezig met nog wat aanpassingen, geloof ik. En in de rijtjeswoning is nog een hoekhuis en een tussenwoning in de verkoop. Maar nu ik het zeg, kan al zijn dat het alweer verkocht is, want dat zijn ook dagkoersen. Je noemde even het woord parkje dat hier komt. Maar ooit stonden hier al bomen, die zouden eigenlijk blijven staan. Ja, dat heb ik ook begrepen, maar vanaf het moment dat ik erbij betrokken ben, niet. Maar waar we wel voor zorgen is dat hier bomen komen die functioneel zijn en kwaliteiten bieden. En die komen hier wel terug. Dat is ook afgestemd met niet alleen met de mensen die hier komen wonen, maar ook met de omgeving. Wat bedoel je met de functionele bomen? Dat zijn bomen die hier ook passen, een goede kwaliteit hebben. Minder overlast opleveren, goed kunnen groeien zonder dat ze de ondergrondstructuur kapot maken. Eigenlijk hetzelfde als in het centrumplan van Schaijk gaat gebeuren. Dus minder worteldruk naar buiten toe, dus diepgewortelde bomen. En dat biedt kwaliteit. En wij vinden het ook belangrijk voor de wateropvang, hè? Want je kunt wel alles bestraten, maar dan kan het water niet weg. En we weten allemaal met klimaatverandering wat dat betekent. Akkerwinde in Schaijk, de volgende locatie waar we nu staan. Akkerwinde 1 is klaar, dat is aan de ene kant van ons. En Akkerwinde 2, die moet nog gebouwd worden, dat is het volgende plan. Eerst Akkerwinde 1. Ja, nou, dat plan liep al toen ik hier kwam. Maar wat we vervolgens wel hebben gedaan, en het is toen crisis geweest. Het was natuurlijk allemaal lastig om de bouw vlot te trekken. Toen heb ik met ze gesproken om toch hier tot afronding over te gaan. Nou, ik heb hier achter nog zelf de eerste steen vorig jaar mogen metselen. En mensen wonen er inmiddels al in. Het heeft natuurlijk ook te maken met niet alleen zeggen dat je gaat bouwen, maar ook doen. En dat is mooi dat we dat
met de bouwondernemingen ook hebben af kunnen spreken. Degene die de gronden hier hadden in hun bezit. En dat heeft ertoe geleid dat ze nu willen gaan bouwen in de tweede fase. Hierachter, dat gaat ook weer in delen. Want je kunt niet in één keer alles volbouwen. Want je moet geleidelijk aan het vullen. Er staan niet in één keer 1000 mensen klaar om in Schijk te wonen. Ook al willen ze dat misschien wel. Maar je doet dat in delen uitzetten. Dus de komende jaar, we zijn nu bezig bouwrijp maken. Dus dan kan, en de verkoop is al gestart. En dat loopt goed. We horen ook al dat de ene partij al 70% verkocht heeft. Andere partij die gaat daar heel dicht tegenaan zitten al. Dus wij moeten hier zorgen bouwrijp maken. En zorgen dat de woningen gebouwd gaan worden. Wat voor soort woningen komen er? Daar komen 200 in kappers en er komen rijtjeswoningen. Ik ben ook wel in gesprek om te kijken of we daar ook nog iets van sociale woningbouw kunnen krijgen. Maar dat is nog niet zeker. Maar zo zijn we wel een puzzel met elkaar. Van, nou, hoe kunnen we ook gemêleerd wonen, zoals ik daar straks ook al had over het plan in Zeeland. Dus dat is goed. Wat ons nu een beetje gaat wringen waarschijnlijk is de levertijd van de materialen. Want ja, al die bedrijven die materialen aanleveren, die hebben nog wel tijd nodig om die bestellingen rond te krijgen. Maar ik ben in ieder geval heel erg trots op alle bouwactiviteiten die op dit moment plaatsvinden. En ik krijg daar heel veel positieve reacties over. Vooral van de mensen die daar gewoon gaan wonen, want die spreken. Laatste locatie, Reek. In Reek is er geen centrumplan, maar wel een dorpsplan. En daar is zelfs 500.000 voor beschikbaar. Wat mogen ze in Reek allemaal met die 500.000 gaan doen? Nou ja, hier zit een groep actieve mensen en die hebben allerlei werkgroepen. En die zijn op allerlei terreinen bezig. Over de kerk, over de sport. En die hebben nu ook een groepje die aan het nadenken is van hoe kunnen we daar nu ook wonen bij betrekken. Daar zijn we flink mee ontwikkeling. We weten allemaal dat we ook de woon-werklocatie Reek-Zuid hebben. Ja, daar vinden nog allerlei gesprekken over plaats. Dus we zijn hier nog niet letterlijk met de schop in de grond. Dat is dan wel het verschil met de andere kernen. Maar het is in ieder geval wel verankerd dat hier ook veel activiteiten, ook bouwactiviteiten gaan plaatsvinden. En ook belangrijk om dat iedereen te laten weten. Dat de gemeente en de gemeenteraad dat ook steunt en daarvoor geld al opzij heeft gezet. Om dat ook mogelijk te maken. Maar wat mogen ze nou met die 500.000 gaan doen? Nou, dat is vooral bedoeld om de sportaccommodaties op orde te krijgen. En ze hoeven niet alles uit dat 500.000 te doen. Want ze hebben ook al gevraagd of hier een weg een stukje verlegd kan worden. Aangepast kan worden voor de toegang naar de huisarts. Ik moet het even uit mijn hoofd doen. Dus al dat soort ontwikkelingen. En misschien willen ze ook wel bij zo'n centraliseren van accommodatie ook een aantal appartementen bijmaken of woningen bijmaken. Dat moet nog uitgefilterd worden. En ze zeggen van, zo hebben ze het met mij besproken als het gaat over wonen. En dan heb ik gezegd, ik geef jullie ook de ruimte, want het gaat nogal ergens over voor jullie. En wij blijven daarover in gesprek. En ja, zo kom je ook stappen tot stappen.